Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Mike Reviews. Het is tijd voor Bulls Nederland en Bulls Duitsland. Het is tijd voor onze Beneluxe toppers, Martijn Kleermaker en Maggie Dekker. Maggie Dekker en Martijn Kleermaker, laten we beginnen met die van Maggie Dekker. De verpakking echt 10 op 10. Hoe het in de verpakking zit, ook echt 10 op 10. Leunt echt heel dicht tegen Tarkett aan. En dat voor Bulls Duitsland. De pijlen van Maggie Dekker. Hele lange pijl. Mooie houder, echt waar. Een van de mooiere houders die ik heb gezien tot nu toe in de dartwereld. Enorme lange pijl. De barrel is heel lang. Heel veel grip op de barrel. Dus op één punt, één en hetzelfde punt vasthouden is heel lastig. Klein puntje zit erin, niet heel speciaal. En er zit een Bulls logo van Bulls Duitsland. Dan van Maggie Dekker naar Martijn Kleermaker. Een van de snelste spelers uit Nederland. Ja, als ik zo naar die pijl kijk, aparte pijl. Zit wel, bij beide zitten zomaar een lange shaft bij. Dat zijn we niet gewend van de grotere merken. Het lijkt alsof dit heel veel grip is, maar het valt wel mee. Er zitten een paar hele kleine inhammetjes in. Misschien op de foto's beter te zien. En de achterste ribbels die voelen wel iets aan, maar je glijdt eigenlijk heel makkelijk over de pijl heen. Maar ja, misschien met zijn snelle stijl is dat wel fijn. Benieuwd wat het naar het bord doet. Tijd om de pijlen te testen. De pijl van Maggie Dekker. Ik ben benieuwd. Als ik hem vast heb, voel je hem eigenlijk al naar achter toe hangen. Waardoor hij eigenlijk meteen heel vlak in het bord komt te staan als je hem middenin vast hebt. Dat zie je ook. Ze gaan eigenlijk ook heel erg hangen in het bord. Waardoor het kan dat als je heel ver naar voren pakt, dat ze echt gaan hangen. Dat zullen we een keer gaan proberen. Nou, als je van voorkant grip houdt, is dit niet de pijl, want er zit heel veel gewicht in de achterzijde van de pijl. Eens kijken of we hem iets achterop gaan vastpakken wat er dan gebeurt. Je ziet toch dat voor mij bijvoorbeeld deze pijl echt veel te zwaar is. Terwijl hij maar 3,24 gram is. Is wel een pijl met heel veel grip. En dat merk je ook wel. Dat vind ik zelf ook op zich wel fijn. Maar hoe verder ik hem naar achter vastpak, hoe beter hij valt. Ik ga nog één beurt doen. Nou, hoe meer je ze achter vastpak, hoe beter het valt. Kijk wat de pijlen van Martijn Kleermaker doen. De tijd voor de pijl van Martijn Kleermaker. Ja, ik ben benieuwd. Hele rare pijl. Is mijn eerste indruk. Ik vind het echt een hele rare pijl. Zeker de voorkant is super glad. Dus daar kan je eigenlijk heel slecht mee mikken als je zo heel simpel gooit. Dat je, ja, het voelt niet lekker. Het voelt als heel raar. Ik ga het nog één keer vanaf de voorkant vastpakken. Ja, rechtdoor gooien is hier bijna onmogelijk mee. Dan gaan we iets schuiner vasthouden. Kijken wat er daarmee gebeurt. Het voelt beter. Maar dat komt puur omdat er dat grippuntje, wat goed te zien is op de foto's. Als je die vastpakt. Dan kan je die pijl een beetje sturen. Maar ik kan best begrijpen dat je met deze pijl wel eens een dubbeltje mist op een belangrijk moment. Even kijken wat hij doet. Het is moeilijk sturen die pijl, want hij voelt echt heel glad aan. Je glijdt ook echt over de grip heen. Dat maakt het wel lastig, maar één beurtje proberen. Nou, toch een dubbeltje, dat is toch knap. Benieuwd wat de eindconclusie is. Ja,
Ja, de eindconclusie van de Mike de Dekker en de Martijn Kleermaker pijlen. Laten we eerst even kijken naar de pijlen van Mike de Dekker. Mooie pijl. Echt een hele mooie pijl. Gewicht wel heel ver aan de achterkant. Maar over de hele pijlgrip echt een hele goede pijl voor een beginner. Vooral omdat de grip zo lang is. Dus je kan hem heel ver pakken. Verschillende gewichten verkrijgbaar. Ja, en dan de pijl van Martijn Kleermaker. Ja, een hele aparte pijl. Echt heel speciaal gemaakt voor Martijn. Dat kan je echt wel voelen. Weinig grip op de pijl, hoewel het er wel uitziet als grip. Heel glad. Ik denk voor de snelle speler ideaal. Voor een langzame speler wat moeilijk, omdat je dan gaat glijden met je hand in de pijl. Wil jij nou ook deze pijlen proberen? Dat kan bij Dutch op Midden-Nederland in Kootwijkerbroek. Wil je een keer andere pijlen zien in mijn reviews? Laat het achter in de comments. Laat een duimpje achter op deze video. Abonneer je op het YouTube-kanaal van Darts Actueel en dan zien we je bij de volgende Mike's Reviews.